bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker sneller wordt getrokken dan bij mensen die geen migrantenachtergrond hebben. En dat is natuurlijk behoorlijk kwalijk. Heel het land is boos nu op Denk. Het gaat over, ze zeggen van ja, artsen in Nederland. Die trekken eerder de stekker eruit van mensen met een kleurtje. Dan... Ja, belachelijk voor mij. Knettergek. Ja, waarom? Ik bedoel, de artsen die hebben niet voor niks aan dat ze de eten afleggen. Dat ze iedereen proberen zo goed mogelijk te verzorgen. Als je zo'n beschuldiging doet, dan moet je hem hard maken en dan moet je niet wegrennen. Onze artsen, die volgens mij allemaal hardwerkende mensen zijn, die zijn in de eenvoudige denkwereld van meneer Kuzu. Eigenlijk een soort dokter Mengeles allemaal, die bezig zijn om allochtonen te vermoorden. Ik vind dat nogal een bizarre aantijging. Had je het niet even verder eerst moeten uitzoeken voordat je het dan zomaar de wereld inslingert? Nou, de wereld inslingert. Dat is een Q&A. Dat was een half uur. Ik heb in een half uur tijd zo'n 50 vragen beantwoord. Eén onderdeel ging hierover. Ik heb aangekondigd, ik krijg hier signalen over. Nou, ik weet niet waar dat op gebaseerd is, maar... Ik eigenlijk ook niet. Dan zal die met onderzoek moeten komen. Hij heeft het ergens gehoord. Ja, maar dat heeft Trump geloof ik ook last van af en toe. Ja, voor mijn typisch Turkse denkfout. Gewoon, dat zit dan in die bovenkamer weer in de verkeerde vakjes. Naar de arts toe zou ik zeggen. Hij gaat over zijn eigen geloofwaardigheid, maar dit helpt hem niet, denk ik. Je kunt het ook niet bewijzen. Dan denk ik van ja, je krijgt signalen. Daar moet je nog even geduld voor hebben. Maar dan moet dat toch andersom? Je moet dan toch eigenlijk eerst checken en dan brengen? Want je bent toch serieus Kamerlid en je wil ook een serieuze partij worden. Ja, dan verwachten de mensen thuis toch ook dat je serieus eerst met de feiten komt. En daarbij gaat het om het volksvertegenwoordigerschap. Een volksvertegenwoordiger krijgt signalen vanuit de samenleving en brengt dat vervolgens op de plek waar het hoort te zijn. Het is totaal mataglap zijn en gekke fantasieën verzinnen en daar dan maar heel serieus mee op televisie mee verschijnen. Maar ja, hij heeft het wel ergens gehoord, hè? Maar snap je wel dat die artsen op een beetje op hun achterste poten staan? Omdat ze denken van ja, je komt niet met bewijs, je roept eigenlijk maar wat. En dan beschadig je hun beroepsgroep. Ik roep niet zomaar wat. Ik vind het een storm in een glas water. Boter bij de vis, bewijs leveren. En anders gewoon op je knietjes en excuses aanbieden. Op zijn knietjes, ja? Ja, en andere dingen er niet bij denken, meneer... Alsjeblieft even niet, nee. Laten we het halal houden. Laten we dat inderdaad vooral niet doen.